zet je voeten zo, een beetje gespreid. En je draait met je heupen rond in de cirkel. En strek je armen. Mama doet het zo, maar ik doe het zo. Veel gemakkelijker. En dan verspreid je je evenwicht een beetje over je twee voeten. En nu gaan we het met de hula hoop doen. Als je merkt dat je hula hoop een beetje naar beneden gaat, dan moet je het wat aanstellen en dan gaat het snel naar boven. En als hij wat vertraagt, dan gaat hij ook, dan moet je het ook wat versnellen. Maar soms valt het bij mij ook nog uit.